En dan moet het natuurlijk heel even stil worden voor tromgeroffel, voor de kols van Okeanos, de gigant uit Brezant. Ik zei het al, 6 minuten 44 seconden, 3300ste nieuw Nederlands record. Uiteindelijk woont hij daar nu. Maar de winnaar van de Hollandbeker 2014, Roel Braas! Van een oud-winnaar, Nico Rinks, de Sjerp, die hoort bij de Hollandbeker. En natuurlijk de trofee op zich. En we weten allemaal wat er zo direct komen gaat. Eerst gaat de medaille nog om de nek. Ook nog. Oh ja, deze zegt hij. Die kent hij van vorig jaar. Ja, die belandt ergens in de vuilnis. Dan gaat, zo geef direct... je maar naar mij, we gooien niks weg. Ook. Oh. Wij vinden het wel belangrijk. Hij vindt het ook mooi. Ja, natuurlijk dat de 98,7 kilo's waren. Ik ga nu even van hem en hem op. Schouders gaat. Nee, maar hij doet het zelf. Van de nummer 3 en van de nummer 2, Julien Baha en Nick Pernell. Maar... daar is het hem alleen om te doen. Dat zou ik ook uitgebreid. Mag ik alsjeblieft nog een applaus voor de 3 mensen in het Roelbraas? Zeker, hartstikke mooi. Ja, gaaf, hè? Hij heeft echt goed gedaan, hoor. En terwijl Roel naar beneden wordt gelaten, Roel, gaan we gelijk even met jou praten. Je kondigde gisteren aan dat je met 5 seconden verschil zou winnen. Ik vroeg het net al aan je. Je zei ja, ik heb me ingehouden. Heb je met 5 seconden? Oh, 3. Nee, ik had serieus hem al 5 seconden. Ik wou het gewoon proberen. En ik dan nee, geef niet. Jezelf er ook van overtuigd dat je kan. Ja, dank je. Dus moet je het ook gewoon zeggen. Anders zie je alleen bloemetjes, meneer. Ja. Ja, 2 seconden, maar wel een nieuw Nederlands record. 6:44:33. Wow. Ja, dat gaat de goede kant op. Nog 11 seconden, dan heb ik er heel veel. Mag jij mij gaan verklappen wanneer je dat precies gaat doen? Dat wereldrecord misschien komende augustus aan? Nou ja, natuurlijk ga je er altijd voor, maar dat gaat erg lastig worden. Hey, vorig jaar was het een hele zware strijd met Mahe Drysdale, sinds hij in de laatste 500 meter. Hoe ging jij vandaag de finale in? Nou, ik wist gewoon dat Julien snel kon stappen en de Australische jongen ook. Dus ik dacht, nou, ik moet gewoon meestappen en dan moet ik het de wereldse 1000 moet ik gewoon mijn tempo houden, mijn baansnelheid en dan gewoon de jongens ook proberen te trainen en dan gewoon lengtes proberen te pakken. En aan het einde hield ik niet heel veel over op Julien, dus ik wist ook dat ik nog wel wat omhoog moest en dat pakt allemaal goed uit. En dan wordt het met de laatste 300 meter voel je. Ik heb hem zo schuin achter jou gaan staan. Dat moet een fantastisch gevoel zijn om te weten dat je gaat winnen en dat er honderden mensen hier langs de bosbaan alleen naar jou aan kijken zijn. Ja, natuurlijk. Dat geeft wel extra motivatie voor je eigen publiek. Gewoon even die laatste 30 halen. YouTube. Dat geeft gewoon net een klein beetje extra. Dus dat voelt gewoon heel goed. Dames en heren, ik wil nog één keer vragen om de handen op elkaar te doen voor de man die voor de 2e keer achter elkaar gewonnen heeft. 95 was het nog een Nederlander en in 2013, maar in 2014 weer een Nederlandse winnaar van Hollandbeker. Roel Braas! Liever niet op zondag, hoi, 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 hoi. Kosten voor de blikken en de eer. Wow. Goed gezongen.